Ja, hier is Fishy weer en vandaag weer natuurlijk Star Wars Battlefront live. En we gaan naar de Ice Cave. Ik speel Blast, oftewel Team Deathmatch. En ik ben rank 9 geloof ik. Dus het gaat best wel lekker. Even mijn microfoon zo zien zetten. Dan kan ik namelijk heel het beeldscherm zien. Dat is wel handig. Stormtroopers incoming! En even kijken waar ze zitten, die gasten. Hup. We gaan hier naar binnen. Kijken of we die gasten kunnen killen, ja. Oh, het is grappig. Dit is een vriendelijke vriend. Oké, die is ook dood. Oh! Niet zo heel slim. Oké, nou. Waar zitten die gastjes? En hier die Kevin. Jezus, iedereen gaat voor mijn neus dood. Dat is altijd leuk, hè, als dat gebeurt. Ja! Natuurlijk! Kill is gewoon voor mij. Twee man! En wel plus 100. Oké, plus. Oh, ik kreeg een kill. Ha, een kill. Maar het is wel echt super tof eigenlijk om te spelen. Er zullen ook een heleboel maps uitkomen. Want ik had het gelezen in ieder geval. Tenminste, er is ook een DLC een map pack ervoor. De Thermal Implosion is het eigenlijk. Boom! Zo, kijk, zo is dat. Kijk eens aan. Oh my fucking... Hoeveel kills had ik al niet? Ik had er 5, geloof ik. Holy shit. Ik had er volgens mij 5. Hoho! Hoho! Multi-kill, shit, bitch! Ik was een soort van ik was weg, ja. Ik heb nu zo'n thruster pack. Thruster pack unlock je op level 13. En dan, dan kun je gewoon in ieder geval wegjumpen heel hoog. Het scheelt heel veel. Vooral volgens mij voor granaten is dat heel erg handig om ergens overheen te jumpen even. Maar op dit moment, ja. Is het wel kut dat ik hem nog niet heb, zeg maar. Wow. Nou, dan ga ik achter elkaar dood. Dat is altijd zo, hè, dit dan. Eén grote, één vette multikill gehaald en dan ga je achter elkaar dood. Maar, ik weet niet. Het is niet zo'n hele ingewikkelde game, eigenlijk, dit dan. Maar het is gewoon heel erg leuk om te spelen, gewoon. Ja, ik weet het niet. Ik moet even healen, hoor. Waar zit die? Kan je hier naartoe eigenlijk? Wat is dit hè? Een blaster cannon. Ah, kom op. Critical kill assist 100. Kom op, kom op! Ah jongens! Ik krijg allemaal assisten! Heel vet juist in die gangetjes. Ik vind het echt een fucking vette map ook. Grafisch gezien, hè. Dan, dit dan. Kijk, ik neem natuurlijk op ook nog in 60 fps. Dat is ook mooi. De thermal implode. Wauw! Even healen. Er zit wel iemand, hè? Daar ergens. Ja! Hup, headshot, bitch. Oh my god, ik moet oh nee! Dat ding rolde langs mij heen en ik stap er gewoon in. Dat is niet zo slim. Gewoon wel opletten, natuurlijk. We are running out of time and losing this fight. Get up!
12 van 8. Niet zo slecht eigenlijk, hè? Sta wel achter trouwens. Verdomme. Verlies al veel in deze game. Dat, ja. Het is eigenlijk TDM. Het is natuurlijk gewoon TDM. En dat denk ik gewoon, ja. Dat je eigenlijk best wel makkelijk kan winnen. Dus hoeven we al niet zo wel dood te gaan natuurlijk. Huh? What the fuck al? Nou ja. Ik druk de verkeerde knop in. Ik weet niet hoe ik dat voor elkaar krijg. Ik zoom in plaats van inzoomen. Deed ik de bovenste knop. En daardoor gooi ik toevallig mijn granaat. En kill ik iemand. Ja, ja. Dan zitten ze hier zeker. Kijken. Even hier naar binnen gaan. Zo. Dat was een granaat inderdaad die neergelegd werd. Ja, hallo. Come on. Zit hier bovenop, hè? Kut. Oh, ook niet bovenop. Dus, ja, oh, oh. Ja. Granaat viel terug via die berg. Fucking vet, jongen. Oké. Okay. Kom op, wat even de lead, jongens. Kom op. Je kunt toch wel beter je best doen. Je kan ook een teammaatje kiezen in de game. En daar kun je dan bij spawnen. Dat is ook wel handig op zich. Ik heb dan nu geen teammaatje gekozen omdat ik toch even alleen speel nu. Als je de hele avond speelt, dan, dan ben je toch met... Oh, ik zag hem helemaal niet. Dan ben je toch met Paul of zo, of met Remco of zo. Dus, dan is het handig om een teammaatje te hebben. Maar we gaan ook verliezen. Kut jongens, dit dan. We gaan verliezen. Hey. Ja, sorry. Nou! 16 om 12. Spannend. Drie kills verdelen. Ah, verliezen. Ja, eentje 2 om 13 bij ons. Ik denk dat die het wel veroorzaakt hebben. 16 om 12 is gewoon eigenlijk best wel goed. Eigenlijk helemaal niks mis mee. Dus ik vind het helemaal super tof deze game mode. En wil je nou natuurlijk meer zien. Ik moet even denk ik nog een plaatje veranderen van mij. Wil je nog meer zien natuurlijk op mijn kanaal van Star Wars. Laat dan vooral even natuurlijk een duimpje achter. En dan gaan we dat gewoon doen. Ja toch? Ik zou zeggen jongens, dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer. En ben ik level 10? Nee. Bye bye.